Na een lange tijd weer aan het voetbal met publiek. Oefencampagne zit erop. Nou, in de wandelgangen werd mij al zaterdag geroepen van... Hey, jongens, we willen wel weer eens een keer de trainer spreken. En kijk eens, twee trainers, allebei. Zeker. Dus fijn dat jullie even mee willen werken aan dit korte interview tussendoor. Nou, hoe is de voorbereiding volgens jullie verlopen? Nou, we zitten nu in de week voor aanvang van de competitie. Nou, ik denk dat we natuurlijk een hartstikke rot seizoen gehad hebben vorig jaar. Het grote voordeel vind ik, een compliment voor de TC ook, dat we de groep nagenoeg bij elkaar hebben weten te houden. In die zin dat, dat er twee jongens bij zijn gekomen, die in de winterstop eigenlijk al zijn gekomen. Nicky en Heiri, die komen al mee trainen, dus die hebben al gelijk kunnen wennen. En daar is Frenkie en Tim zijn erbij gekomen. En ja, dat betekent gewoon dat je niet meer helemaal opnieuw moet beginnen. Waar op dit niveau al snel 6, 7 nieuwe mensen moeten worden ingepast. Dat zie je overal. Ja. En dat is toch lastig voor een trainer. Dus we zijn op dezelfde voet door kunnen gaan. Wat betekent dat we, vind ik, een enorme stap voorwaarts zijn ten opzichte van vorig seizoen. En ik vind dat we hartstikke goed opstaan. En die stappen voorwaarts, misschien kan Stefan dat zeggen. Waar zijn jullie tevreden over? En waar moet nog aan gewerkt worden? Ja, eigenlijk vooral het instapniveau waarin we vorig jaar al in de coronatijd veel aandacht aan hebben besteed. Ik denk de kernwaarden die we in hebben gezet met de spelers. Ja, daarin zijn we nu in het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen zijn we daarin al veel verder dan waar we vorig jaar mee begonnen. Dus ja, daarin vooral heel erg tevreden. Ook de nieuwe jongens die daar zich makkelijk of ja, makkelijker in aanpassen. Omdat de grootste deel van de groep al het niveau al omhoog brengt. Kunnen daar makkelijker aan aanpassen. Dus ik denk dat dat vooral heel erg het verschil is met het eerste jaar. En zie je specifiek waar nog aan gewerkt moet worden? Of is dat lastig aan te geven? Nee, het is niet lastig aan te geven, maar ja, we moeten de tegenstander natuurlijk ook niet wijzer maken dan wat we al zijn. Ja, dat weten de jongens heel goed waar we mee bezig zijn. En ja, daar leggen de accenten op in de trainingen. Met wat we graag. Er zijn altijd puntjes voor verbetering natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus ja, dat vooral. Ja, hey, en nu de oefencampagne afgesloten. Ja, hoe vorm je eigenlijk zo'n ploeg en stoom je ze klaar voor het echte competitiewerk? Nou ja, daar heb je voorbereiding voor, grote groep voor. Nou, het nadeel is ook, op het moment dat je begint, zou je het liefst tegen een misschien wat minder, collectief minder tegenstander beginnen. En dan rustig het niveau opbouwen, ook het aantal speelminuten opbouwen. Nou, dat kon niet, omdat wij en de tweede divisie pas beginnen dit seizoen. Of dit weekend. En de hoofdklasse, eerste klasse, waren nog helemaal niet begonnen. Dus we werden al gelijk gedwongen om tegen derde en tweede divisieclubs te spelen. Met een relatief nog kleine selectie. Ik had op een gegeven moment Tim met corona thuis. Frenkie die geblesseerd was. Nou, we zijn van een groep van 20 vorig jaar plus 2 keepers teruggegaan naar een groep van 18. Hè, dus al sowieso al 2 spelers minder. Het grote voordeel daarvan is dat we gezegd hebben van nou, we zijn een opleidingsclub. We betrekken de jongens van onder 23 bij. Dat gaan we het hele seizoen doen. Mm-hmm. We gaan elke training, elke week gaan we 2 jongens van onder 23 mee laten trainen. Wat een groot voordeel heeft voor ons, dat we die jongens onder de weerstand zien. En daar hebben we ook gelijk in de voorbereiding gebruik van gemaakt. Wat ik probeerde te zeggen is dat we de jongens van 45 naar 60 naar 90 minuten proberen te brengen. Dat lukt niet altijd, omdat de groep daarvoor te beperkt was. Maar uiteindelijk zijn we toch redelijk ongeschonden en heel door de voorbereiding gekomen. Ja. Dus prettig. Ja, wel tevreden over de grootte van de selectie dus? Of kan daar per linie misschien nog wat bij? Nou, per linie is veel. Hè, want dan praat je over, als je de keeper mee rijdt, 4 linies. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Misschien voorin? Nou ja, dat is eigenlijk wat we ook met de TC hebben afgesproken. In principe is er nog ruimte om er een aanvaller of een speler bij te halen. Een veldspeler, dat zal waarschijnlijk een aanvaller worden. Of dat wordt zeker een aanvaller. En wellicht nog een keeper. Ja, dus dat is wat er. En dan gaan we in plaats van, we hebben er nu 17, gaan we naar 18 plus 2 of 3 keepers. Ja. Oké. Okay. Hey, eventjes zo competitie start. Wat zijn de verwachtingen en wat is de doelstelling dit jaar van jullie met de groep? Kunnen jullie dat aangeven? Nou, zonder al te veel te verklappen? Of? Ja, nee, ja, verklappen. Ja. Ook daar kun je open kaart spelen.
TC heeft duidelijk aangegeven dat ze graag bij de eerste vijf willen eindigen en meedoen. En ze vinden dat reëel. Nou ja, wat reëel is, is altijd lastig. Hè, want er gebeurt natuurlijk in zo'n derde divisie, bij al die selecties gebeurt natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Dus ja, ik denk, laten we een wedstrijd of team bekijken en waar we staan. Wij willen heel graag meedoen om die vijf plekken natuurlijk. Maar wij zitten veel meer op inhoud, goed voetbal spelen. En dat moet uiteindelijk leiden naar veel winnen. Dus voor ons is dat met name de basis. Zo'n dun draadje ook als je alleen maar hebt over winnen en wedstrijden winnen. Want als je niet wint, dan blijft er weinig over. Wij zitten veel meer op ontwikkelen, beter worden, ons spel ontwikkelen, dominant zijn. Wat uiteindelijk moet resulteren in veel winnen. Ja. Dus, daar een pittige tegenstander aanstaande zaterdag, de eerste wedstrijd. Ajax uit, die hebben zich ook versterkt, heb ik gehoord. Ja, ik zeg wat namen. Ik heb toevallig vandaag een verslag gelezen van hun bekerwedstrijd. Dus maar ook dat, ik ken al die namen ook niet. Dus we gaan het gewoon zien zaterdag. Wij moeten elke week volle bak. Dat heb je afgelopen zaterdag gezien. Maar dat heb je ook tegen Renswoude of tegen de club van Scherpenzeel gezien. Ja. Ben je Jurgen Tjefsik gezien. Wij moeten volle bak. En dan kunnen we best wel goed voetballen. Maar we moeten elke week volle bak tegen alle tegens anders. Toch nog van voorzichtig dan. Verwacht je, wat voor tegenstand verwachten jullie in de derde divisie? Van welke clubs hangt het? Welke clubs gaan bovenin meedoen? Laat ik deze vraag stellen. Dat is misschien een voorspelling die. Dat is wel. Ja, vooral een gewaagde voorspelling. Ja? Helemaal voor hoe je de coronatijd door bent gekomen. Heb je nog spelers? Zijn er nog spelers bijgekomen? Heb je de groep intact kunnen houden? Ja, maar dan ga je al snel kijken een beetje naar de eerste vijf wedstrijden vorig jaar. En het seizoen misschien daarvoor. Stedoco kunnen zijn, Sparta Nijkerk. Dovo deed ook niet slecht. Dovo deed niet slecht, maar hebben natuurlijk veel mutaties daar gehad. Dus mm-hmm. Onrust geweest, maar in de oefenwedstrijd hartstikke goed gedaan hier. Dat ze zeker kans hebben, denk ik. En dan wordt het al... Ja, daarin een beetje die kans. Ja, en vergeet onszelf natuurlijk niet. Nee, want die eerste vijf, hè, dat hoorde ik net roepen. Dus, Ja, daarom. Nee, maar dat vertrouwen hebben we ook zeker in onszelf, maar ook in de spelers. Maar of dat gelijk vanaf wedstrijd 1 is, of wat later in het seizoen, dat we alles op rolletjes krijgen. Ja, dat zijn de puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen natuurlijk. Kortom, laten we gewoon lekker aanstaande zaterdag starten. Dan wensen we jullie deze week van voorbereiding heel veel succes mee. Ja, en bedankt voor dit interview bij de trainers. Dankjewel, man. Bedankt.